209. Ja, ik hoorde net. Waar ik die 8 vandaan heb gehaald, dat weet ik niet. Maar volgens mij kwam die van de Zuid van Holland. Dames en heren, hartelijk welkom bij de 209e editie van Adrillen. Wat is het mooi om hier weer met elkaar samen te zijn voor deze bijzondere traditie. Een warm welkom aan iedereen die hier aanwezig is. Ik vind het ontzettend fijn dat u hier bent. Bijzonder welkom aan de commissaris van de Koning. Ik kan even niet... recht tegenover. Commissaris van de Koning, René Paas. Ik vind het heel fijn dat u hier bent. Om onze allerheilige markt in al zijn gezelligheid mee te maken. En opnieuw de burgemeester van Midden-Groningen. Ook recht tegenover mij. Hartelijk welkom. Leuk dat u hier bent. En ik zie verschillende wethouders van omliggende gemeenten. Ik vind het echt heel fijn dat u hier bent om samen met ons Adrillen te vieren. Ein herzliches Willkommen auch an unsere deutsche Gäste, besonders an die Bürgermeister Heiko Abbas, Tim Kruithof und Klaus-Peter Horst, sowie an die Stadt von Leer. Schön, dass Sie heute hier sind, um gemeinsam mit uns die Tradition der Adrillen zu feiern. Zu Viering von Verbinding und Samenhorigkeit. Als sinds 1816 brengt dit evenement mensen samen. En in de vroege jaren waren vooral de boeren en de dorpelingen die elkaar ontmoeten en verhalen met elkaar delen, omdat het seizoen van oogst was afgesloten. En vandaag, meer dan 200 jaar later, zetten wij die traditie met trots voort. We komen samen, we spreken elkaar en we versterken onze banden die onze gemeenschap zo hecht maken. En we hebben dit jaar een rijk en afwisselend programma. De feesttent keert terug, net als de gezellige hobbymarkt, dit jaar in de Harbor Club. Er is levendig straattheater dat onze binnenstad extra sfeer geeft. Adrillen is alleen maar mogelijk dankzij de inzet van vele mensen. Dus veel dank ook naar de mensen, de organisatoren, de mensen die het hebben georganiseerd. En de vrijwilligers die dit evenement met zoveel enthousiasme en met zorg hebben voorbereid. Een fijne Adrillen en laten we er een geweldige dag van maken met elkaar. Veel plezier. Het is een goeie traditie dat je ook opbrouw om door Adrillen te komen, wie de galling maakt in Leer. Het is dan ook
een goeie traditie om zo hier u te nodigen. Jouw aandacht voor de omroepers van Leer. Mooi met Nanne. Heel mooi dat we ook hier wezen doen. We willen jou ook nog voor ons Galli Magnesio inladen. Tweede Mittwoch in Oktober kun je gern komen. We hebben jou jetzt al een beetje wat mitgebracht, dat je ook dan in Gallimag-Stimmung komt. Dan fangen wir erstmal mit an. Radau, radau, radicidau, de Stadt gehört der Königtau. Radau, radau, radicidum, de Buchmeste lädt für beiden. Dat nimmst macht Koken auf Herkoken, wie für der Klopp Negenschleit, wie für Lust von Gauderin. Und all was over time punt weg, ist nur der Bauch zu bringen. So now, fief da, Freimark! Bootbürgers en Bootenlui! Al jaar in november dit, de eerste maandag is zo wit. Dat we weer nog windschoot wild, nog maaktaal, door het ril. Vandaag op 5 november is weer dat drill weer windschoot. Een vol programma voor jong en oud. Een rood is voor de kinderen. De hoop kermis op Maakplooi terecht de kind. Op het Maakplooi, op de feeststeden. Door is nou al dames in beweging met Duco Bouwers van de TV. Vanaf vanmiddag kinderbandjes los met muziek. Dat vinden we ook in de kraak. Dan ga je feest nog laag deuren. Maar het drill gaat het aan de markt. En daar gaat deur tot 4 uur. Ook de hobbymarkt is terug in de Haberclub. In de hoop. Wat er nooit meer is, is er. En zeggen deur! Pas op de oortjes. Hou de huisdieren vast. Loop nog niet even voor het kanon langs. Maar dan maakt u voor de rest van de dag niet mee. Ja, in het ziekenhuis waarschijnlijk. Waar die af vandaan gaat, dat weet ik niet, maar volgens mij kwam die van de zuid van Holland. Thank you.
Thank you.
Oh, dit is.